nooit aan een woesel, jongen. Jawel, ook even op. Luxie en zonnetje zitten. Ja! Jou voor Luxie. Snotteren met z'n... Zo, wat doe jij boven? Ja! In een rokje. Zullen ook even aankleden? Is helemaal in de kerststemming. Jij bent nu... Vader in de regen. Gaan jullie ook moeten eens kieken? Gaan we naar de kikker kijken? Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellica's Mini Vlogs. En het huis is heel mooi aangekleed door de kerstlichtjes. En mijn liefst, goedemorgen. Goedemorgen. Je ziet hier wel een beetje maken. Deze zondagochtend. Die je hier leuk romantisch opeten. Met alle vele kerstlichtjes. Hé, hey, Lixie. Oh, heb jij je mooie thuispakje aan? Ja. Oh, is dat Boomba pakje? Oh, wat leuk. Kleine Boomba, Lixie. En daar is Boomba Pip. Hallo, Pip. Kijk, en hier is al een prachtig kerststadje. Is de boom toch mooi geworden, mijn liefste? Dit is echt mooi, hè? Wauw. En daar is de kribbe. Kijk, de kribbe van de Heer Jezus. En gezellig. En daar is onze woestel. Goedemorgen, woesteltje. Goedemorgen. Oké. Okay. Ik doe even mijn snoef aan en ik ga mijn haar even goed doen. Ik kom er zo aan. Oké, okay, tot zo. Zo, en bij de prachtige kerstboom zit ik me nu aan de cellen. Even lekker een kopje thee en koffie te drinken. Met een vastgesneden appeltje. En de croissantjes zijn bijna klaar. Ja, we kijken even naar de Hour of Power. Zo, de croissantjes, die zijn klaar. Ik ga eens even kijken wie het eerste croissantje lust. Prinses Lucilla krijgt het eerste croissantje. Alsjeblieft. Op de achtergrond horen jullie het engelijke oor van de Hour of Power, hè vader? Ja. Wil je dan ook een croissantje? Eens even kijken. Kijk eens. Ik heb hem even doormidden gesneden, anders is hij een beetje heet. Kijk eens, jongen. Alsjeblieft, eet smakelijk. En deze is voor Boomba Luxie. Alsjeblieft. Ga maar bij papa zitten. Ja, ga maar gezellig bij papa zitten. Kijk, en voor Daniel en mij heb ik er lekker appelkaneel en suiker in gedaan. Dat is ook wel lekker. Kijk eens. Alsjeblieft. Jouw tekening. Eens even kijken met de Elsa cake. Oh, schatje. Ben je nog een pit aan tekenen? Ja. Moet eigenlijk weer kerstclub laten gaan halen. Dan kan je kerst gaan tekenen. Hm? Nou, eet smakelijk. Hij is hartstikke mooi, schatje. Eet smakelijk. Ons kersthuisje. Kijk dan, prinses Lucilla en Boomba Luxie. Samen aan het tafeltje. Ja! Wat is dat gezellig. Heb jij een lekker croissantje? Ja, hè? Ja, hè? Nou, gezellig. Even lekker eten. Ja. Ja, Boomba Luxie ben jij vandaag. Ja! Ja, met je Boomba pak. Luxie is de clown. Ja, Boomba clownje, hè? Oh, woezel pupje. Och, lekkere hondjes. Kersthondjes, ja. Moeten ze eigenlijk ook zo'n kerstmutsje opzetten. Ja, hier, deze. Nee, deze even opzetten. Zet deze even bij woezel op. Die past woezel wel. Nee, je moet een kerstboom pakken, die was mooi. Kerstboom? Kijk, we hebben hier alle kerstversieringen liggen. De kerstboom. Oh, kijk dan naar Woezel, jongens. Kerstboom, hè? Woezel is een kerstboom. Oh. Hey, kerstboom Woezel, waar ga je naartoe? Waar ga je naartoe met je kerstboom? Pip denkt, wat heb jij? Pip wil hem eraf halen, zie je dat? Wat is dat? Wat is dat, Woezel? Wat heb je nou op? En zie Pip. Pip denkt, wat is dat? Pip. Oh, okay. Je hebt ook een kerstboom. Oh, Pip. Ja, ook even op, hè. Dat lijkt een munt, hoor. Ja, hoor. Je mag hem ook even op. Het zijn net echt kinderen, hè? Wij zijn inmiddels lekker aangekleed. En vandaag is het een hele speciale dag voor... Ja, om Luxie en zonnetje te zetten. Ja, we zijn namelijk voor iets heel erg leuks uitgenodigd. Speciaal eigenlijk een beetje voor Luxie's leeftijd. Mm-hmm. Luan en Lucilla vindt het misschien een beetje saai. Misschien, ja, misschien vindt het toch wel leuk. Vindt het toch wel nou, leuk? Lucilla denk ik dat ik het nog wel leuk vind, maar ik een beetje... Je vindt het voor Luxie en Lucilla vind je het vooral heel leuk, ja. Maar ja, wat zou dat nou zijn? Dus ik ga eens eventjes kijken waar de meisjes zijn.
We gaan dus vandaag iets heel leuks doen. Voornamelijk voor Luxie heel erg leuk. Maar eerst eens eventjes aankleden, want hun zijn nog niet aangekleed. Ik heb mezelf, het is hier heel donker, sorry. Ik heb mezelf al wel even aangekleed. Alleen de meisjes die zijn samen aan het spelen op de kamer van Lucilla. Eens even kijken wat ze aan het doen zijn. Ze zitten volgens mij, zitten jullie hier? Ja, oh, zo schat. Kijk, dit is de kerstkamer van Lucilla. Die heeft hier mooie lampjes gehangen. Hé, hey, komt daar een Luxietje vandaan? Wat was jij aan het doen? Ja! Was je aan het spelen met Lucilla? Waren jullie samen filmpjes aan het kijken in de hut? Hé, hey, hallo Lucilla. Wat zijn jullie aan het kijken? Bollo. Bollo, ach, liefjes toch. Hé, hey, zullen we zo lekker gaan aankleden? Want we gaan vandaag iets heel erg leuks doen voor speciaal voor Luxie. Ja, ik weet het al. Weet jij het al? Nog niet verklappen, goed? Mama, Lucilla vindt het ook wel heel leuk, hè, liefie? Ja. Wat is dat, Luxie? Luxie met de snottenbelletjes. Zal ik je snottenbelletje even poetsen? Ja. Ja, hè? Het loopt helemaal over je lip heen. We lopen heel erg te snotteren met z'n allen, inclusief ikzelf. Dus het is een beetje de naloop van de verkoudheid. En nu komt alles los, hè, Luxie? 1, 2. Oh, ja. Nee, Lucilla heeft geen snottenbelletje, hè, Sil? Ja. Nee, Lucilla heeft geen snottenbelletje. Oh, nog een beetje hier. Ik ben al een beetje beter. Ja, Luxie is op zich ook wel beter. Ze voelt zich wel goed. Alleen, ze snottenbellen nog een beetje, net als mama. We hebben nog twee snottenbelletjes, hè, Luxie? Hé, maar Luxie, we gaan vandaag iets heel leuks doen. Speciaal voor jou. We gaan iets heel leuks doen voor jou, schatje. Kom je er onderuit? Kom maar, gaan we even aankleden. Kijk, ik had hier het setje voor Lucilla al klaargelegd. Ja. En dan doen we jou... Hé, hey, Woeso! Woeso, wat doe jij boven? Hij weet dat hij niet naar boven mag. Ga eens naar beneden. Woeso. Woeso. Hij mag niet naar boven, hè? Ja. Dat mag niet, hè? Nou, kijk. Ook voor Luxie. Ja, kom niet gewoon naar boven lopen. Kijk, Luxie, ik had voor jou ook deze klaargelegd. Maar hetzelfde als Lucilla. Vind je dat leuk? Ja. Ja, zullen we die aandoen? Ja, hetzelfde als Lucilla. Hè? Gaan we eerst even jouw Boomba thuispakje uitdoen. Die had ze trouwens gekregen toen ze werd geboren. Van Studio 100. Toen was ze kraamcadeautje. Nee, die past nu pas. Ze is al bijna 2 jaar. En die past dat komt goed uit, hè? Hey, wat in je Baby Shark pakje was je uitgegroeid naar dit pakje van Boomba. Hoppatee. Gaan we naar het luier om. Ja, dat is gewoon een luier om. Lekker broekie. Ja. Ik wil een ijsje kijken. Zo. Huh? Ja. Hier, dat is jouw rompetje. Zo. Kijk, zo was je niet op. Ja, ik vind het schattig dat ze zo kijken. Ja, dat oh, dat lipje. Ja, dit lipje. Silla vindt jouw lipje schattig, zegt ze. Ja. Ja, dat is een schattig lipje. Nou, kom maar op mijn schoot zitten. Gaan we even je legging aan doen. Mayo. Sorry, mayo. Heb ik ook een mayo? Je hebt wel een mayo, zonder voeten, dus dan is het een. Legging. Dan is het een legging. Ja. Staan. Kijk, het ziet er leuk uit, hè? Maar betekent niet doen. Ja, betekent dat? Ja. Dan gaan we deze aan doen. Zebra jurk. Even kijken. 1, 2. Geen kikkerpak. 1, 2. Hoppatee. Kikker. Dat is Luxie weer. Ene mouw. Ja, ene mouw. Hop, 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 hop. Ja, piep, daar is je hand. Je andere mouw. Hop, hop, hop. Eet het niet vervelend. Ja. En knoopjes dicht. Zo. En dan had Luxie nog iets heel leuks gevonden. Ga maar staan. Wat dan? Kijk, haarbandje op. Kijk, en ze hebben ook allebei dit soort, deze rokjes. Ze zijn heel schattig. Die vond ik weer ergens online. Kun je namelijk hier aanzetten en dan heb je een glitterrokje. Vind je die mooi? Wil je die vandaag aan? Nee, ik mag die ook vandaag aan. Je mag die ook aan hoor. Dan je allebei aan. Jurk. Kijk Luxie, vind je die mooi? Wil je die vandaag aan? Ja. Hij is een rondje. Wauw, die is mooi. Speciaal voor Luxie vandaag, goed? Ja. Ja, mama kusje. Schatje. Dus zullen ook even aankleden? Ja, dat is zo moe. Lekker hoog zo. Gaan we je ook deze jurk aan doen? Ja, en die rok. Hè? En ook die rok, ja. Voor alles hetzelfde. Heb je alles hetzelfde vandaag. 1, 2. Maar niet als sokken en
hetzelfde haar. Nee, haar is niet hetzelfde. Ik zie, Lucy moet haar nog groeien. Ja. Dit is dan een soort shirtje. Ja, dat is inderdaad een soort shirtje. Hoi. Papa komt ook thuis. Ja. Even kijken. Dan gaan we deze. Papa. Ja, dat is papa. Kijk, dan gaan we deze even aanzetten. Dit is hier een heel leuk. Kijk, hier is een knopje. Even kijken. Oeh, kijk eens zo mooi. Hoi, Lucy. Draaien, Luxy. 1, 2. Wauw. Mooi hoor. Heel erg mooi. Nou, we hebben twee ballerina's in huis vandaag. Mooi, liefies. Nou, de meisjes zijn al aangekleed. Kijk eens, Lu. We hebben twee ballerina's in huis. Mooi. Mooi, hè? Heel mooi. Nou, Lu, ga jij je ook even aankleden in je kerstkamer? Dit is onze kerstkamer voor wie de vlog gisteren niet heeft gezien. Kijk hem even terug, want hij is helemaal in de kerststemming. We gaan samen naar de vos. Met de duif ga jij eruit. We scheppen de grond los. De eerste sneeuw valt op het gras. Het valt op ons neer. Al het groen wordt wit. Het begint er nog veel meer. Zie je dat? Nou, lieve Lucilla en Luxie. En Luan, die zit al in de auto. Papa heeft een verrassing. Wij gaan naar de theatervoorstelling van Kikker en zijn vriendjes. Hebben jullie daar zin in? Ja. Op naar Kikker. Luxie is al begonnen. Wie gaan jullie ontmoeten? Wie zien we daar?
kijken. Daar is Kikker. Hallo Kikker. Krijg ik van jou een high five? Oh, even jou hoor. Ja hoor. Ja. High five. Ja. Gaan we nu naar waar kindjes meestal nooit mogen komen. Spannend, hè? Mm. Dat heb ik wel eens gezien al, hè? Oh, daar. Papa en mama, sorry voor jullie niet. Oh ja. Ja, dat is een even heel. Dat is flauw, Kikker. Ja, met mijn boekje. Jullie krijgen ze ook dit. En dan mag jij een keer eentje. Oh ja. Kijk, alsjeblieft. En jij? Luxie ook eentje. Luxie. Wow. En we mogen ook nog een gezin blij maken met ook zo'n leuke voorstelling. Dus vind je het nou leuk om ook met jouw gezin naar de voorstelling van Kikker en alle avonturen te gaan? Ja. Kijk dan zeker even op mijn Instagram, Farah-Willinga. En daar kan je meedoen met de winactie. En wie weet... Zie je straks ook deze superleuke show van Kikker en Ja! 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 Tot dan! Nou, dank jullie wel. Tot straks. Doei! Gaan we nu even testen of de microfoon het doet. Ja! Repeteer ze. Dag! Dag Kikkerwindjes, doeg! Dankjewel, hè. Zo. Zo, kom maar Luxie. Mama heeft ze al. Mama heeft die al. Kom maar. Gaan we naar de kikker kijken. Gaan we naar de kikker kijken. Ja. Kikker. Ja. Wacht even. Oeh. Rij 7, jongens. Kijk eens wat mooi. Ja, rij 7. Kijk eens. Dat is mooi. Zoek maar nummertje 7. Je kan de kinderen wel goed zien met die lichtjes. 7. En welke stoel nummer, papa? Stoel nummer 17. 17? Aan de andere kant. Ik denk. Kom, maar lopen we helemaal om. En dan nummer, ja, 7. Deze rij. Ja, hier moeten we zitten. Luxie, Luxie. Kom maar, hier zitten we, schatje. Kom maar. Ja, hier zitten we. Kijk, hier is het plekje. Welkom bij deze familiemusical van Theater Terra. Gaan we Luxie? Kikker kijken. Gaan we kikker kijken. Kijk dan in je rokjes. Kijk eens, Luxie. En weet jullie waarom? Omdat ik een kikker ben, natuurlijk. Ja. De wonden, een vriend is bijzonder. Oh, yeah.
Ja, ze is wel een beetje moe geworden, want daardoor heeft ze helemaal geen slaapje gedaan vandaag. Maar we gaan nu lekker bij opa en oma op visite en daar lekker een hapje mee eten. Ja, op de opa en oma. De kinderen, eerst naar de auto. Gezellig opa en oma. In de warme zee. Zo, ik zie er weer in het speelhoekje. Wat zo? Nou, wat zijn ze hier aan het doen? Luc zit in een speelhoekje. Maar Luan is aan het leren tafelvoetballen van opa. Gezellig. Ik sta even in de keuken achter de pannen. Vanavond lekker de worteltjes. De aardappeltjes. Hier gaan nog hakballetjes in. Spinazie. En we hadden hier genoeg hakballetjes. Dus we doen ook even kipfilet. Gezellig in de serie, jongens. Lukt het een beetje? Ja! Lukt het een beetje? Lukt het een beetje? Mama, ik heb de pan op het vuur. Zo, nou, en dan krijg je het eerste bordje van Luxie. Oma spinazie met een beetje choux. Aardappeltjes en een hakballetje. Eet smakelijk. Nou, dat was heel erg. En dan jullie favoriete maaltje van opa en oma. Doe je onder de? Duim is omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ik moet bij de morgen. Tot morgen. Eet smakelijk, oma. Doeg. Eet smakelijk. Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. De hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf in staan.